Uitzetten. Zo. Even in mijn eentje bij Marujo. Ik heb nog een Tanzo Showa die ik moet filmen. En ja, dat kan ik dus eventjes hier doen. Dus, nou ja, Sieg is beneden bezig met wat vissen fotograferen. Dus dan kan ik dit hier ondertussen doen. Nou, dit is hem. Dit krijg ik ook heel veel. De vraag van, ja, wat doen die kwekers of wat doen jullie nou op het water? Dit is gewoon alcohol om je handen mee te desinfecteren. Wat mooie van alcohol is ook dat het de oppervlaktespanning van het water verlaagt. Als je nou net zo'n vis erin hebt gedaan, dan zitten er allemaal belletjes op het water. En op het moment dat je een foto neemt, zie je de schaduw van de belletjes op de bodem. Maar natuurlijk ook de belletjes gewoon boven op de vis. Dat wil je niet. Dus nou, om maar gewoon een beetje, en de vissen merken daar niks van, erop te spuiten, weet je zeker dat je een hele mooie foto kan maken. Oké, op de slotdag in Niigata, in het Yamakoshi gebied, een super gave showa. Deze gaat naar de winkel toe. Maar wil je nou als eerste zijn, dan kun je natuurlijk het beste nu reserveren. En voor een Marujo kooi, echt super scherp geprijsd. Hele mooie showa, dikke vette showa. Ook weer goed geprijsd. Nummer 3. Hele mooie showa, dik in het rood, mooie, zoemie, hoe zich dat al het ontwikkelen is op de vis zelf. Hele goede vis.